als je nou echt één tip moest geven voor ons netwerk, wat zou dat dan zijn? Ja, leuk. Mag ik er twee geven? Tuurlijk. Oké, top. Want echt, het is super belangrijk dat als je gaat beginnen op LinkedIn, is stap 1 is continuïteit. Hè, dus ga op een structurele basis posten. Begin gewoon simpel, maakt niet uit. Als je maar zorgt dat je kennis deelt op een structurele basis. 1 keer in de week, 2 keer in de week. En uiteindelijk zie je dat je vanzelf inspiratie krijgt en ook de reacties krijgt, waardoor je gaat professionaliseren daarin. Dus dat is tip 1. En de tweede is, en dat is wat meer heeft dat met discipline te maken, maar dat is in de outreach en in het bouwen van de relaties, hou een supergoed CRM-systeem bij. Okay. Want relaties bouwen gaat over de lange termijn. Hè, iedereen kan 100 mensen op LinkedIn toevoegen, maar dan begint het nog maar. En met sommige prospects ben je 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar in gesprek. Voordat er eventueel ooit een deal wordt gemaakt. En die relatie wil je warm houden. Dus ja, een super goed CRM. Kan gewoon een simpel Excel zijn. Of HubSpot, of Pipedrive, of Salesforce. Maakt niet uit. Als je maar bijhoudt wanneer je mensen weer moet opvolgen. Want dan ga je succesvol relaties bouwen.